Hallo, we gaan het in deze aflevering hebben over framerate. Wat is dat? Dat zijn de beeldjes die binnen een seconde vallen. Daar hebben we eerst een klein stukje geschiedenis voor nodig. Framerate begon ooit toen we films nog aan elkaar plakten met 16 beeldjes per seconde. En dan krijg je dat slapstick effect. Denk aan Charlie Chaplin of de dikke en de dunne, dat waren die schokkerige beeldjes. Ik heb voor jullie ook een stukje in elkaar gezet en dan probeer ik dat een beetje na te bootsen, zodat je begrijpt waar het om gaat. Het is de geschiedenis. Later worden die beeldjes opgevoerd naar 24 en met de intrede van kleur was dat eigenlijk wereldwijd de standaard. 23,98 om exact te zijn. Dat is het nog steeds, overal. En in alle films wordt het toegepast. En dan noemen we dat 1080p. Die P staat voor progressive. En dat houdt in dat alle beeldjes achter elkaar aan gemonteerd worden. Wordt het nou in een reeks afgespeeld, dan krijg je, als wat wij vroeger hadden, zo'n boekje met een tekening erin. En dan ritste je snel die blaadjes voorbij en dan wandelde dat poppetje over je papiertje. Dat gebeurt bij 1080p en in videoopname gebeurt dat eigenlijk. Nou heb je ook nog 1080i en dat is interlaced. Dat is een andere manier van beelden aan elkaar plakken. Eigenlijk schuiven dan die beelden in elkaar. Dus elk beeld heeft een nieuw beeld en het volgende beeld gaat weer verder. Dus dat schuift in elkaar. Waarom is framerate nou belangrijk in je opname en in je montage? Nou, we kennen allemaal wel die beschuitbus. Wij hebben zo'n ouderwetse beschuitbus. En als ik dan een nieuwe rol beschuit erin doe, hou ik er altijd één over. Hetzelfde geldt voor de ontbijtkoek van Pijnenburg. Daar hou ik er ook altijd één over. Die moet je al weggooien of die moet je meteen opeten. Nou, dat gebeurt dus ook als je bijvoorbeeld je edits maakt op 24 frames en je gaat je opnames maken op 50 frames. Wat gebeurt er dan? Jouw opname is zo groot. Je montage is zo groot. Dus 25 beeldjes worden weggegooid. Doe je dit nou andersom? Zet je nou in je opname 24 frames en in je editprogramma 25 frames. Dan heb je dus zo'n opname en zoveel in je montage. Die 25 frames die worden er dus bij gekopieerd. In beide gevallen leidt dat tot een slechtere beeldkwaliteit. En het is los van 1080p, 2K, 4K, 5,8. Heeft er niets mee te maken. Dat is alleen maar de beeldjes binnen een seconde. Maar we gaan eerst even kijken naar een heel kort filmpje waarin ik jullie laat zien wat 16 beeldjes per seconde doet met je beeld. Dan begrijp je beter wat ik bedoel. Laten we gaan kijken. Nou, dit is een mooi voorbeeld. Het is natuurlijk gesimuleerd, hè, want de frame rate was hoger. Ik heb hem vertraagd. En dan kan je, nee, ik heb hem versneld. Dan kan je een beetje zien dat het hakkelige stappen, dat je dan 5 of 16 beeldjes overhoudt. Nou, hetzelfde filmpje laat ik je nog een keer zien, maar dan met de originele snelheid waarmee dit opgenomen is en geëdit. Weliswaar op een slechte camera, maar ik had geen mooi voorbeeld. Dus ook daar gaan we weer even naar kijken. Datzelfde filmpje, 23,98, heb ik 50% vertraagd. Om je te laten zien wat er gebeurt als je 24 frames vloeiend hebt lopen. Je ziet de mensen duidelijk redelijk vloeiend door het beeld heen lopen. Dan ga ik ze 50% vertragen en dan gebeurt er dit. Thank you.
Nou, dit filmpje is een mooi voorbeeld. Eigenlijk gebeurt er hetzelfde als dat je het doet met 16 beelden per seconde. 24 beelden gedeeld door 2 is 50%, hou je 12 beelden over. In feite krijg je exact hetzelfde effect. Die mensen lopen al een beetje gehakkeld door het beeld heen. Je ziet ook duidelijk dat hondje wat anders bewegen. En die manier die op de breedte passeert, die stapt echt met grote stappen door het beeld heen. Niet mooi. Is dat te verhelpen? Wel degelijk. Kijk mee. Dit filmpje maakte ik voor het NKT, Nederlands Kindertheater, hier in Purmerend. 50 frames gefilmd en 24 frames geëdit. Je ziet dat je heel veel motion blur hebt. Motion blur is de onscherpte tussen je beelden. Als ik heel snel mijn hand beweeg, dan zie je dat daar een soort van mist tussen zit. En dat komt omdat die snelheid van mijn hand hoger ligt dan die 24 beelden. Hetzelfde gebeurt als je een auto filmt waarbij de wielen terug gaan draaien. Dat is precies het punt waar je film gelijk loopt aan de beweging die je nodig hebt om het tegenover te bewerkstelligen. We gaan nog een keer kijken naar hetzelfde filmpje. En dan heb ik datzelfde filmpje 50 frames per seconde 50% vertraagd. En dan moet je kijken wat er gebeurt. Dat is verbluffend. Dit is een gedeelte uit een film die ik maak uit een serie van 3 voor de Fietsbond Nederland. Deze meneer fietst in het bos op mij af. Ik film hem met 50 frames per seconde. Hij wordt geëdit met 24 frames per seconde. En dan zie je, en anders moet je hem nog maar een keer terugkrijgen, kijken wat er gebeurt. Hij fietst op je af, dat gaat helemaal goed. Daar mis je geen beeld aan. Alleen als hij bij je komt en hij gaat eigenlijk een beetje schuin voorlangs, dan wordt het zichtbaar dat we 1 beeldje per seconde weggooien. En dan krijg je die motion blur die eruit ziet alsof je snelheid hebt. Dat is het effect van de hele grap. Conclusie van het hele verhaal. Heel simpel. Kijk van tevoren wat je filmt. Is het een interview? Zet hem op 1080p of 1080i en laat lekker 24 beelden per seconde hun werk doen. Edit dat project ook in 24 beelden per seconde. Heb je nou iets wat snelheid nodig hebt? Dat je hogere snelheden met een drone vliegen, dat je wat meer langs de zijkant van je camera moet vliegen, dat mensen voor je camera langs lopen, kan je besluiten om er 50 beelden per seconde van te maken. Maar dan moet je wel ook editen in 50 seconden per 50 beelden per seconde. Als je nou weet dat je een project maakt, 25 beelden, en je wil slow motion hebben, film dan op 50 frames. Ga je die 50 frames in jouw project 50% vertragen, hou je 25 frames over, heb je een hele mooie, vloeiende beweging van jouw slow motion. Hoe groter je slow motion, hoe meer beelden je nodig hebt. Ik schiet bij voorkeur slow motion op 120 beelden per seconde. Er zijn situaties denkbaar waar het nog hoger is. Ik weet niet of jullie de film kennen. Dunkirk, zeggen ze op zijn Engels volgens mij. Die is geëdit door Michael Caine. Maar dat is geloof ik niet waar wat ik nu zeg. Nee, dat is Lee Smith. Want Michael Nolan is de regisseur daarvan. Dat is een scène. Dan komen ze uit die boot, het amfibievoertuig, dat strand op. En daar gebeurt van alles. Daar worden mensen doodgeschoten, er worden mensen weggetrokken, er gebeuren explosies, noem maar op. Al die scènes worden gefilmd.
En met maar liefst 9 verschillende camera's. Dus het aankomen vliegen van die vliegtuigen. De mensen in dat amfibievoertuig. Dat opengaan, dat weglopen, die explosies. Allemaal verschillend gedaan. Daar zijn opnames bij, die worden met 1000 frames per seconde geschoten. Dat zijn natuurlijk niet de camera's die wij tot onze beschikking hebben. Dan praat je over ander materiaal. Dat wordt later vertraagd, daar wordt weer muziek onder gezet om dat effect van die explosie heel langzaam aan ons te presenteren. Een geweldig resultaat. Een ongelooflijk mooi stuk filmwerk en edit. En dat gaan we even overnieuw opnemen. Want ik ga eerst kijken of het Marco Kaan of Lee Smith was. Kom zo terug. Nou, gelukkig heb ik het jullie goed verteld. Het is Michael Nolan die de film regisseert. Dat is onder andere ook de regisseur van Batman en van Interstellar. Echt krankzinnige films. Wat die man bedenkt is wappie, zou je bijna zeggen. En Lee Smith is de editor. Een geweldig voorbeeld van hoe je bepaalde emoties, beelden moet opnemen en verwerken in je edit om het effect zo maximaal mogelijk te laten zijn. Nou, dit ging over frame rate. Dus bepaal van tevoren wat je gaat filmen. Is het een interview of zijn het snellere bewegingen die je vast wil leggen? Pas daarop je frame rate aan. Speel met je frame rate in de edit op een verstandige wijze. Dus moet je slow motion beelden verwerken, neem dan op een hogere snelheid. Doe je projectgegevens of je project zetten op 25, 24 beelden. Film dan hoger dan die 24 beelden om die mooie gelijkmatige beweging te krijgen. En ook bij dit is weer van toepassing veel doen, veel kilometers maken en dan kom je er vanzelf achter. Mocht je dit filmpje nou leuk vinden, druk dan even op dat duimpje en doe je ook even abonneren, want vergeet niet hè, ik weet nog steeds waar jullie huis staat. Succes!